Rij 35 maken we weer 3 lossen. 1, 2, 3. Een stokje. En de volgende 2 stokjes. Drie lossen. 1, 2, 3. Dan een stokje in het volgende boogje. Drie lossen. Dan een stokje in het daaropvolgende boogje. Drie lossen. Een stokje in de volgende 3 stokjes. En dan hebben we dit. Vervolgens 3 lossen. 1, 2, 3. 2 stokjes haken we samen over de volgende 2 stokjes. Dus dit is 1 en dit is 2. Eén stokje in het volgende stokje. 1 losse. Een stokje in het volgende stokje. En we haken de laatste 2 weer samen. Drie. En we beginnen weer van voor af aan met de herhaling 3 stokjes. 3 lossen, 1, 2, 3. Een stokje in het boogje. 1, 2, 3. Een stokje in het volgende boogje. 1, 2, 3 en 3 stokjes in de volgende. Goed, dan hebben we hier de herhaling te pakken. Je maakt, hier ga je van 4 naar 3. En hier heb je de meerdering van het volgende figuurtje. Dit is dus je herhaling. Je herhaalt het van hier tot daar helemaal rondom. En ik zie jullie weer terug hier bij het begin. Goed, we gaan verder met rij 36. Dan maken we 3 lossen. 1, 2, 3. In elk van de volgende 2 maak je een stokje. Dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. Nu gaan we hier in dit middelste boogje maken we een stokje en een losse. En dat doen we 5 keer. Een stokje en een losse. Dat is 2, 3, 4 en dat is 5. Vervolgens weer 3 lossen. 1, 2, 3. En 3 stokjes. Dan maken we 3 lossen. 1,
3. En haken we 5 stokjes samen. 5 stokjes samen. En dan laat ik jullie zien hoe ik dat doe. Hier zijn er nog 2 over. Dus ik pak die 2. Dan haal ik uit het boogje haal ik nog een stokje. Dat is 3. En ik haak de volgende 2, die neem ik ook mee. En die haak ik in 1 keer af. En ik maak weer 3 los, 2, 3. En ik begin weer van voren af aan. En je begrijpt het, dit is dus de herhaling. Je maakt dus 3 stokjes, 3 losse. Hier in het boogje maak je 5 stokjes met een losse. Ertussen 3 losse, 3 stokjes, 3 losse. Je haakt 5 stokjes samen en je begint weer van voren af aan. Je herhaalt het rondom en ik zie jullie hier weer terug. Hij is klaar zoals je kunt zien. Dus dit figuur is nu afgesloten en we beginnen hier met een nieuw. We beginnen uiteraard weer met onze 3 lossen. 1, 2, 3. En in elk stokje een stokje, dus dat zijn er dan nog 2. Dan heb je het begin weer. 1, 2, 3. Een vaste in de opening. 1, 2, 3. Een vaste in de opening. 1, 2, 3. Hier in die opening. 1, 2, 3. In die opening. Dan heb je 4 boogjes. 3 boogjes met 4 vaste. 1, 2, 3, 4. En je hebt 3 boogjes. 1, 2, 3. En het stokje in de volgende 3. 1, 2. En dat is 3. 3 lossen. 1, 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dan een vaste in al die samengehaakte stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. En dan beginnen we weer hier opnieuw met de herhaling. En dat herhalen we natuurlijk weer rondom. Totdat we weer bij het eind zijn. Je sluit daar keurig met een halve vaste in de derde losse van het begin. En dan zien we elkaar zo meteen terug. En dit is dus de herhaling. En we zijn weer helemaal rond. Rij 38. 3 lossen. 1, 2, 3. Weer die 2 stokjes natuurlijk. En we gaan nog even door met die 3, natuurlijk. Zie je? Vervolgens weer 3 lossen. 1, 2, 3. Een vaste in het boogje. 1, 2, 3. Een vaste in het boogje. 1, 2, 3. En een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3. Kijk, wat is een klein ananasje, zoals je kunt zien. Dan vervolgens weer mijn 3 stokjes. Eén, twee, en dit is 3. 1. 2, 3, 4, 5. Een vaste in het boogje. 1, 2, 3, 4, 5. Nou. Een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3, 4, 5. En we beginnen weer bij het begin met onze 3 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5.
En daar hebben we meteen weer de herhaling te pakken. Drie stokjes, drie lossen, je maakt de boogjes, drie lossen, drie stokjes. Vijf lossen, vaste, vijf lossen, vaste, vijf lossen en we hebben de herhaling weer. Zo ziet het eruit nadat je alles klaar hebt en ik zie jullie weer bij het begin. Het ananasje dat groeit en we beginnen weer met onze drie lossen. 1, 2, 3. In elk van de volgende twee maak je een stokje. 1, 2, 3. 1. En dat is 2. Vervolgens weer de drie stokjes. En je ziet nu ook dat het figuurtje naar elkaar toe gaat buigen. Kijk, hij krijgt een mooie knik zoals je kunt zien. En dan gaan we verder. Dan maken we 5 lossen. 1, 2, 3. 4, 5 en dat herhalen we over al die boogjes met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb je drie boogjes. 1, 2, 3, 4, 5. En we beginnen weer van vooraf aan. Want we zijn hier weer bij de drie stokjes aangekomen. En kunnen we verder met de herhaling. Dus helemaal rondom. En ik ontmoet jullie hier weer. We zijn nu bij rij 40 en we maken wederom 3 lossen en nog steeds onze bekende 2 stokjes. Vervolgens 3 lossen, 1, 2, 3. Een vaste in dat ene boogje wat nog overgebleven is. Dan weer 3 lossen, 1, 2, 3. Dan de 3 stokjes. 1, 2 en dat is 3. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we weer in de boogjes. 1, 2, 3, 4, 5. In het boogje. 1. 2, 3, 4, 5 in het boogje. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat heb je 4 keer gedaan. Dan maak je maar 5 lossen en zijn we weer terug bij de herhaling. 1, 2, 3, 4, 5. En beginnen we weer even vrolijk met onze 3 stokjes. En dan hebben we de herhaling weer. Helemaal rondom. En ik zie jullie hier weer terug. Goed, een rij 41. 1, 2, 3. En we haken nu de stokjes in één keer door. Dit is 2. Dit is 3. We slaan dit helemaal over. Dit slaan we helemaal over. We gaan meteen naar het volgende stokje.
Dus het zijn met de drie losse erbij, als je die erbij telt, die moeten erbij geteld worden, hebben we nu 6 stokjes. En is het ananasje is dicht. Zie? Goed. Dan 5 losse en dan gaan we weer allemaal boogjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. Eén, twee, drie, vier, vijf. 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 Eén, twee, drie, vier, vijf vaste. Dan maken we 5 losse. 1, 2, 3, 4, 5. En je begrijpt het. We zijn alweer terug bij de herhaling. En we haken hier weer de 6 stokjes. In 1 keer door. Dus je slaat dit hele stuk, dat sla je over en je gaat meteen naar het volgende stokje. En dan heb je de herhaling te pakken. Dus je maakt allemaal boogjes en je haakt de 6 stokjes bij elkaar. En als dit helemaal rondom klaar is, dan zie ik jullie weer terug bij het begin. Hier. Goed, het rokje wordt natuurlijk steeds breder, dat zie je ook. We gaan verder met rij 42, dat zijn 3 lossen weer. 1, 2, 3. En de volgende 5 die haken we samen. Dat is 1, 2, 3, 4 en dat is 5. En dat zet je vast met een losse. Dat hoort erbij. Dat staat niet in het patroon, maar dat is gewoon een algemene afsluiting van samenhaken. Vervolgens haak je 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan maken we hier in elke boog maken we weer een boogje. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En we haken hier de 6 stokjes weer samen. Dit is 1, 2, 3, 4, 5 en dat is 6. En je haakt hem samen. Zo. Nou, we hebben de herhaling. Allemaal boogjes van 6 losse en een vaste. Je haakt hier de stokjes samen. En is het ananasje helemaal dicht. Dit herhaal je dus rondom. En ik zie jullie weer terug bij het begin. We zijn nu echt helemaal rond weer. Ik heb hier gesloten een halve vaste in de eerste losse van die 6. We maken nu weer 3 lossen. 1, 2, 3. En ik maak een stokje in de steek van het samengehaakte stokjes.
1 lossen en weer een stokje in diezelfde steek. En lossen en stokje in diezelfde steek. En lossen en een stokje in diezelfde steek. Dus als het goed is, heb je nu weer 5 stokjes met die losse ketting er hierbij. Dan maak je 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je slaat dit eerste boogje, dat sla je over. En je gaat hier meteen naar het tweede. En dan maak je een vaste. Dat doe je 5 keer als het goed is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Als het goed is, was dat 5 keer. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Het klopt dus als een bus. Je maakt 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je slaat dit boogje, dat sla je over. En je steekt in de steek. Van het stokje waar je samengehaakt hebt. En dan maak je weer 5 stokjes met een losse ertussen. Net zoals hier. Goed, dit is dus de herhaling. Helemaal rondom. En ik zie jullie hier weer terug bij het begin. Allemaal boogjes en een serie van 5 stokjes. En we gaan weer door met het volgende, 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5, een stokje in het stokje, 2 lossen, een stokje in het stokje, 2 lossen, en dat doen we dus over al die stokjes hier. 1, 2, en het laatste stokje, goed, nu slaan we 1 boogje over, we gaan meteen naar het volgende en dan maken we een vaste. Dus je maakt nu geen losse ertussen, maar meteen de vaste in het volgende boogje. En dat zeg ik dus verkeerd. Zoals altijd. Goed, dit was het stokje. Het laatste. Dan maak je 3 lossen. 1, 2, 3. Je slaat dit boogje over en je maakt een volgende vaste in het boogje. Volgende boogje natuurlijk. 1. 2, 3, 4, 5, 6. En het volgende boogje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En het volgende boogje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En het volgende boogje. Kijk, en nu zijn we hier bij de laatste. Dan weet je dat je er 3 maar moet haken. 1, 2, 3. En dan maak je hier in elk stokje, haak je een stokje met 2 lossen ertussen. En dat is dan meteen de herhaling. Dus je krijgt hier een nieuw paaiertje, zeg maar. Je maakt de boogjes. En je begint aan een nieuw waaiertje. Goed, we zijn bijna aan het laatste
stukje van de rok bezig. Ja, we zijn in de laatste rijen van de rok. We gaan nu met een halve vaste in het boogje. En dan maken we drie lossen. 1, 2, 3. Dan maken we twee stokjes in datzelfde boogje. Drie lossen. 1, 2, 3. En drie stokjes in het volgende boogje. Eén. 2, 3. 1, 2, 3. En dan hebben we vier series van drie stokjes met elk daartussen drie lossen. Vervolgens maak je vijf lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Je slaat dit boogje, dat sla je over. Je gaat meteen hier naar het volgende. Dan maak je een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende een vaste. Dit was de derde keer. 1, 2, 3, 4, 5. Je slaat dit boogje sla je over en je gaat meteen tussen de stokjes en daar herhaal je weer de series van drie stokjes. En je begrijpt het, we hebben al de herhaling te pakken. Dus je maakt in die waaier maak je die serie van drie stokjes, je haakt de boogjes en je begint weer opnieuw. Dit herhaal je uiteraard weer rondom en ik zie jullie bij het begin weer terug. Goed, hij is helemaal rond. En we gaan verder. In twee. 4, 5, 6. Een stokje in het boogje. 3 lossen. 1, 2, 3. Een stokje in het middelste stokje van de 3. Een, twee, drie. Een stokje in het boogje. 1, 2, 3. Een stokje in het middelste van de 3. 1, 2, 3. En een stokje in het middelste. 1, 2, 3. En dan hebben we hem klaar. Vervolgens maken we drie lossen, vijf lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Je slaat één boogje over. Dus dat boogje wat hier precies aan die stokjes zit, dat sla je over. En je gaat meteen naar het volgende. Eén, twee, drie. 4, 5. Nou, het volgende boogje. 1, 2, 3, 4 en 5. Je slaat dit boogje, dat sla je over en je gaat meteen hier naar het middelste stokje. En je herhaalt wat je daarnet hebt gedaan. 1, 2, 3. Het stokje in het boogje en dan weer in het middelste stokje. Goed, we hebben de herhaling te pakken, helemaal rondom,
En ik zie jullie hier weer voor de volgende rij. Goed, we zijn bijna op het einde van de rok. Je ziet nu dat dit een puntje begint te krijgen en dat is ook de bedoeling. We gaan verder. We gaan met een halve vaste naar het boogje. We maken 3 lossen. 1, 2, 3. We maken 2 stokjes in hetzelfde boogje. 2, 3. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan maken we weer 3 stokjes in elk boogje. Met 3 lossen ertussen. Dit is de derde. 1, 2, 3. We zijn er bijna. 1, 2, 3. Een vaste in het boogje. Dan maak je weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En we beginnen weer aan de series van 3 stokjes. En dit is dan tevens de herhaling voor helemaal rondom te gaan. Je maakt de series van de 3 stokjes met de 3 lossen ertussen. Je maakt een ketting van 5, een vaste in het laatste boogje, een ketting van 5 en dan de herhaling weer. Helemaal rondom. En ik zie jullie hier weer terug. Ik ben weer rond. Alle boogjes die zijn nu op, zeg maar. Dit was dus de laatste. We gaan dus met een halve vaste naar de middelste van de 3. Maken 3 lossen. 1, 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Een vaste in de volgende opening. 1, 2, 3. Een vaste in het middelste stokje. 1, 2, 3. Een vaste in het boogje. 1, 2, 3. Vaste in het middelste stokje. 1, 2, 3. Vaste in het boogje. 1, 2, 3. Vaste in het middelste stokje. 1, 2, 3. Vaste in het boogje. 1, 2, 3. Vaste in het middelste stokje. Goed, we hebben hier nu allemaal boogjes, zoals je kunt zien. Eén, twee, drie. Oh, ik heb er hier nog eentje, ja. Hoppatee, 1, 2, 3, ik was er nog niet eens, zag je dat? Zo, 1, 2, 3, 4, 5, een dubbel stokje in de vaste. En 2 lossen, 1, 2. In totaal maak je nu 5 dubbele stokjes hier in die vaste met 2 lossen ertussen.
En hebben dus ook meteen de herhaling. Je maakt hier allemaal die boogjes. Je maakt hier in die vaste, maak je die 5 dubbele stokjes met 2 losse ertussen helemaal rondom. En ik zie jullie hier weer terug. Zo, we hebben nu overal boogjes. En we hebben hier die 5 dubbele stokjes. Hier waren in het begin 5 losse. De eerste losse die stond voor de vaste en ik heb gesloten in de tweede vaste, waardoor je nu dus eigenlijk eenzelfde vaste krijgt als deze. En hier zitten er dus nog automatisch 3 tussen. Goed, we gaan met een halve vaste naar het boogje. We maken 4 losse, 1, 2, 3, 4. En we gaan in elk boogje gaan we een picot maken. En we maken weer een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3, 4. We maken er een picot van. Een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3, 4. Een vaste in het volgende boogje. Goed, dat gaan we even verder afwerken. Dus als je dadelijk die engel gaat verharden, dan zul je dus die picots, die zul je dus echt ook vast moeten prikken. Zodat ze ook echt mooi tot hun recht komen. Zo. Nee, ze hebben overal picots over die boogjes. Eén, twee, drie, vier. In het volgende boogje. Nee, ik vergeet de picot. Eén, twee, drie, vier. We slaan uiteraard dit boogje over. We gaan dus meteen naar het volgende boogje. Eén, twee, drie, vier. En we gaan dus helemaal rondom. Eén, twee, drie, vier. Je begrijpt dus wat de bedoeling is. Gewoon in elk boogje maak je een picot, behalve hier natuurlijk. Dan sluiten we dus de rok helemaal. En je ziet het nu natuurlijk niet zo goed, maar dit is dus het resultaat, helemaal rondom. En als dit klaar is, dan kun je de engel natuurlijk al gaan verharden op de kegel. En in de tussentijd kunnen wij dan verder met de halo en met de vleugels. Tot de volgende keer.